Groen. Nou, we zijn onderweg naar... Iets geheims? Niet. Nee. We zijn onderweg naar de Equestrian Center de Pilberg. Equestrian Center de Pilberg. Pilberg? Nee, Pilberg. En het is best even rijden, want volgens de navigatie is het 1 uur en 38 minuten. Ja. En we zijn net vertrokken. Ja, dus dan moeten we nog even. Waarvan? Naar de wc en ik niet, dus nu zit ik heel zielig hier alleen in de auto. Kijk maar, ze zijn allemaal weg. We zijn er bijna. Hier moet je wel. Het is wel heel gaaf, want aan die kant zat ook een stuk en daar zit Tess. En daar zijn we ook. Er staan daar in de verte heel veel trailers en er is hier een menterrein en een crossterrein. En een hele grote brug waar je overheen kan lopen, denk ik. Ja, en bakken. En nog binnen-buiten bakken. En er zijn hier ook nog binnen-buiten bakken. We gaan verhuizen, jongens. Nee! Ik vind het cool. Gewoon minder weilanden en dan één weiland minder. Stapmolentje. Gaan we er even omheen? Ik denk dat de paardjes hier best wel kunnen wonen. Nee. Maar deze moet over het glas. Dit zijn al internationale ruiters die hier komen springen. Kijk, er staan wat trailers hier en vrachtwagens. Noten, stallen. Wauw. Cool, man. Kijk dit. Okay. Uit zijn ingang. Oké. Okay. Nou, heeft iemand nog een paard over? Ik heb mijn grijze broek aan, dus daar mag je ook wedstrijden mee rijden. En wat zoek je dan precies? Iets wat springen kan? Ja, kijk het. Nou, het is best wel een soort internationaal hebben hier. Italië. En ik zie hier heel veel... Duitsland, sorry, ik zei IJsland, maar ik bedoel Duitsland. Nederland hebben we ook gewoon. België misschien ook? Weet ik niet, ik zie daar ook weer een buitenlands kenteken. Duitsland. Is ook Duitsland. Dus het is een beetje Europees aangelegd hier. Stapmolentje. Die is met zwart gaaf. Dat is paddock. Oh, het is paddock, sorry. Paddock. Bij ons ziet de stapmolen er zo uit. Ja. Kijk dan wel een loodsen. Daar kun je logeren. Logeerkraal. Goed. De goede term hebben we gevonden. We noemen het de longeerkraal. Ja. Ik moet wel zeggen dat een paar richtingaanwijzers op niet misstaan. Ja. Ja, je wil zo, ja, maar daar gaan de paarden in en uit. Ik weet niet of wij daar in en uit moeten. Oké, okay, we zijn nu binnen. Check dit dan. Het is gewoon wit. Wow. Trailertje nog. En hier zijn we in de bak. Echo, bak. Ik denk dat ik met Bel hier in de bak had gezeten, dan hoe lang ik was. Ah, wel nee, joh. Je kan wel lekker inspringen hier. Je hebt drie hindernisjes. En wat scorebordjes. Dus ja, het kan allemaal. We gaan even naar de andere kant. Kijk, ze hebben ook een rode loper. Speciaal voor ons uit de weg. En loop maar even, Kim. Tada! Nou, dan ga je naar binnen. Ik denk wel dat het heel nieuw is hier. De paarden kunnen gewoon de kantine in. Oh nee, dat is niet de kantine. Ja. Nou, we hebben ook tulpen. Oh, ze gaan hier springen. En het leuke is, dit kan Kim ook wel. Ja, jawel. Als ze niet zo zuur, dan kan Kim dit ook wel. Met Verona. Ja hoor. Nou, dat is toch leuk. Dat is toch leuk, Kim? Dat kan je ook. Nou, en dan hebben we hier... kun je dus... je versnaperingen nuttigen, denk ik zomaar. Front row.
hebben zelfs daar de VIP lounge, denk ik. Bovenin. En dan hier de kantine, hier kunnen we loungen. ...100% natuurlijk. Gaskacheltje erbij. Een stroodorp, denk ik. Ik zeg Rob, klein verbouwentje, moet lukken. Dan hebben we hier het buitenterrein. En dan hoef je het niet koud te hebben als je wil kijken. En dan kun je dus gewoon naar binnen. Ik dacht eigenlijk dat het een binnenbak was, maar dan buiten. Dat is het niet. Dit is voor de mensen. Ze kunnen er gewoon zo in. En dan is het niet zo heel koud. Nou, dat heeft dan ook wel weer wat. Allemaal van die schuifdeuren, dus je kan het ook nog openzetten. Een soort terras. Hoe cool. Heel cool. En we zijn nu aangeland bij het parcours, moet ik zeggen, van Vereniging Echtpaard. Klasse M. Volgende keer maar klasse B. Kunnen wij meespringen voor Vereniging Echtpaard? Ja. Kijk, gaan de paardjes eroverheen. Nou, het is wel trots geweest als we hier met jouw paard dat kunnen wij. Ilse is er weer. En binnenkort komt er een winactie. Dus, luister goed. Is jouw papa of mama, of ben jij de papa of mama van een meisje of jongen die een pony wil kopen? Of denk je van, nou weet je, ik wil mijn eerste paard gaan kopen. Dan moet je ons kanaal even in de gaten houden, want ik mag straks 2 kaartjes weggeven van Balansiepiek, dus van Ilse. Ilse heeft koud, daarom ja, staat ze zo. Koud. De rest vinden jullie allemaal heel aardig, maar ze heeft gewoon koud, want het is koud hier het natuurlijk. Is het is koud. Gewoon buiten. Ja, het is wel binnen, maar er staat geen kachel aan. Maar wat ik dus wil zeggen is, dan moet je even goed in de gaten houden, want dan kun je 2 gratis kaartjes winnen voor Balansiepiek. En daar gaan ze je uitleggen, Ilse. Waar je op moet letten als je een eigen paard of pony gaat kopen. Precies. Past die bij je? Hoe duur is die? Wat moet die kunnen? Alles. Alles. Ze gaat de lijst met je doornemen. Dus het is heel verstandig dat mocht je dus voornemens zijn in de nabije toekomst een paard of pony te kopen. En of dat nou voor jezelf, voor je dochter, voor je zoon of voor de buurman is, dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Maar je moet wel echt voornemens zijn om in 2018, zullen we zeggen, ja, in 2018 echt een paard te willen gaan kopen. Dan kan je meedoen aan deze actie en dan kun je dus 2 kaartjes winnen. En dan mag je bij Ilse, mag je alles gaan vragen over hoe koop je een eigen paard voor de eerste keer. En als je het voor de 2e keer doet en de eerste keer is mislukt, mag je ook meedoen. Mag sowieso. Mag sowieso. Ik ga jullie Stroodorp nog laten zien. Goed, we hebben hier het Stroodorp. En nou ja, goed, steentjes, tekeningen. Oh, sportpakken voor je paard. Oké, okay. Dat is net als je eigen sokken. Dat is dan wel weer een soort grappig. Ja, hier hebben we dan kleding. Kijk jongens, dit is jasjes voor Tessa. Daar ga ik van mijn leven natuurlijk niet in passen, dat begrijp jij. Maar goed, ze zullen vast ook wel andere dingen hebben. Stroodarras. Het is hier nogal groot. We hebben hier zoveel bakken en ze hebben een binnen-buitenbak. Buitenbakken, een heel groot terrein. Dat is echt zo cool. Ja, ik vond het ook heel leuk. Leuk dat je hebt gekeken naar deze vlog, een soort van. Als je het leuk vindt, doe dan een duimpje omhoog. En abonneer zeker op ons kanaal. En dan hopelijk tot de volgende keer. Doei!